Snel, pak het rek! Nee! Ons harde werk, dat kan ik niet aanzien! Het is oké. Er is niks mee gebeurd. Oh, gelukkig. Het matchte echt perfect. Nee! Natte verf. Stella! Hou dat kledingrek tegen, alsjeblieft! Oh, dankjewel. Je verfkast! Oh, wat erg. Sorry. Niks aan de hand. Er zit geen verf op de kleding, alleen op het rek. Gaat het met je? Ja, ik zal de groep ondertussen wel even laten weten dat ik ietsje later ben. 0%? Nu? Nee! Waar is het rek? Kijk, verfsporen! Yes! Volg die lavendelkleur! Hier houdt het spoor op. Daar is het rek! Waar is de kleding? Oh, daar ben je! Ik zag jullie namen op de kleding staan, dus ik heb gevraagd of Crystal ze naar jullie kamers wilde brengen. En dat wilde ze wel. Echt? Crystal heeft ze? Dan ren ik naar de kamers. Dat is goed. Ik zie je bij de show. Dank je, Karma! Crystal, je hebt de kleding! Dank je. Amaya, hey. Deze zijn van jullie, toch? Ja! Sorry, weet je hoe laat het is? Oh, tuurlijk. 5:10. Alsjeblieft, Crystal, toe. Kun je even wachten? Ja hoor. Er is zelfs niet op ze geademd. Dus wat is er aan de hand? Heb je een goed verhaal voor de lezers van de scene? Alleen als ik deze kledingzakken binnen 30 seconden bij de meiden krijg. Heel erg bedankt. Waarom gebruik je het rek niet? Dat rek is vervloekt! Ik heb haar al zoveel berichtjes gestuurd. Ik heb zelfs gebeld. Ze reageert niet. Dit is waar het om draait. Dit moment. Onze allereerste opdracht. De grote modeshow. Maar we hebben geen mode. Ik moet me even terugtrekken. Jongens, waar is Amaya? Ze is echt nergens te bekennen. Ze is ook niet online geweest. Op geen enkele app. Onze eerste opdracht. Onze eerste grote modeshow. Als we geen mode hebben, is het klaar. Dan worden we vast geschorst. Of... als Bella hier was, zou dit nooit gebeurd zijn. En dat weten jullie ook. Ja, toch? De modeshow zal beginnen over 10 minuten. Ik herhaal, 10 minuten. Ah! Ik ben er! We zijn zo blij om je te zien. De technische problemen zijn opgelost. Nu draait alles om de kleding. Hoe ging het naaiwerk? Nou, het ding is... Wat bedoel je? Oh, waar moet ik beginnen? Er is veel gebeurd. Het kledingrek rolde weg. Er was natte verf en een trap. En ik denk dat River me een kus gaf. Al kan het mijn verbeelding zijn, maar ik heb dus geen naaiwerk kunnen doen. Wat? Ik weet het. Maar met deze spullen uit onze kamer kunnen we ze vast fixen. Geen paniek. Wacht, River heeft je gekust? Dubbel wacht. Geen paniek. We worden ieder moment op het podium verwacht. Als dit ons niet lukt, worden we geschorst. Jade, niet stressen. Anders ga ik stressen. Rustig. Mevrouw Morton leerde ons dat een kledingstuk wordt beoordeeld op de meest losse steek. Ja, ik weet alleen niet wat ze daarmee bedoelde. Ik dus ook niet. Tot nu dan. Niemand hier liet een steekje los. Dus we gaan dit gewoon redden. Dan weet ik zeker dat dit een groot succes is. Niet zeggen! Ik bedoel... we gaan dit redden en het een gekke show maken. Ik doe mee. Net als Bella zei, niet opgeven. Toch? Laat je kleuren zien! Was de bedoeling. SOS, ik weet niet wat ik hiermee moet. Maar ik wel. Dit is supergoed, meid. Kijk dan. Ons team mag echt blij zijn met jou, Amaya. Dat meen ik. Je bent top. Dank je. De show start over 2 minuten. We gaan ervoor, meiden! Het zat de laatste modeshowgroep flink mee, maar ook tegen.
Maar dit is hun moment om te stralen. Graag een applaus voor Ruby, Poppy, Sunny, Jade, Skyler, Violet en Amaya. Iedereen klaar? Zonder regen? Geen regen!